haar, vingers, smalhoes, spelletjes aanvond. Wat was dat? Wat is dit? Ik zie dat als intro, ja. Welkom bij de nieuwe aflevering van The Family Battle. Ik ben Sonata. Ik ben Raja. En dit is... Zie je, ik krijg al de war met haar naam. Dit is Sanjana en dit is de Marita jongens. Welkom bij de nieuwe aflevering van The Family Battle. Ik ben Sonata. Ik ben Raja. Dit is Namrita. En dit is Sanjana. En wij gaan een leuk spelletje spelen. Ja, we gaan vandaag weer met aflevering 2 zijn we al inmiddels. Ja, gaat snel. Het gaat heel snel. We gaan kijken wie vandaag gaat winnen. Of de Malhoes of de Gogars. Maar ik denk wij. Nee, het is wel duidelijk, toch San? We praten niet veel, ik zeg het je. We doen alleen. Ja. Yes. We gaan het zien. We gaan sowieso eerst beginnen met de quiz. Ja, zoals vorige week weer quizvragen. Welk duo kent elkaar het best? Denk je dat jullie elkaar kennen? Ja, ja zeker. Zo strak, ja. Gewoon ja. Dit moeten wij, als wij dit niet winnen, even dat je het weet. Als wij dit niet winnen... Dan zijn we niks waard. Dan zijn we echt niks waard. Oké, jongens, hier komt de uitleg. Broer, zus, vraag een spel. Als jullie winnen, heb je sowieso pas geschuld. Juist. Yes. Dames en heren, en dat was de uitleg. Nu gaan we starten. Zijn jullie klaar voor? Allemaal? Yes. Iedereen ready? Yes. Oké, eerste vraag. Welke groente vind je broer of zus het minst lekker? Oh, minst. Ik weet dat niet. Hoe heet dat dan weer? Hoe heet dat ene ding? Je weet het wel. Oké, 3, 2, 1. Draaien. Wacht, ik kan niet eens naar even. Wat? Wat zat dat? Ik heb hem. Wat heb jij? Hata, wat heb jij? Hata. Hey. Snijbonen, ik hou van snijbonen. Ik hou van snijbonen. Oh. Hou jij van snijbonen? Ik eet altijd snijbonen. Ik hou niet van kool. Kool, oh nou, ja. Dan weet je dat nu ook, Raja. Ik zou nooit met jou in een crime scene willen zitten. Dan zeg ik, ja, goed zo. Ja, hadden we een punt. Oké, vraag nummer 2. Oh mijn god. Wat is de favoriete sport van je broer of zus? Oh, maar jij sport niet. Weet ik veel, ik ben wel aan sport. Is dans een sport? Ja, toch? Ik denk het wel. Ik heb hem. Ik denk het wel. Oké, 3, 2, 1. Volleybal. Yep. Wat heb jij? Hey! Klappen. Wat hebben jullie? Voetbal, klopt. Ik heb fitness bij jou. Dat is ook de enige klopt sport die ja, ik doe. Ja, dan klopt het okay ook van jullie, toch? We hebben yes allemaal een punt, jongens. Hey, ze moeten één fout hebben. Hallo, we moeten winnen. Ja, jij wist niet wat voor groente ik niet lust. Ja, maar even serieus. Zo, we moeten niet hetzelfde hebben. Wat is de meest gebruikte app van jouw broer of zus? Oh joh, ik weet dat niet. TikTok. WhatsApp. WhatsApp. Ik heb bij jou Snapchat. Jij bent mijn FaceTime. Zo goed, Paul. Jij bent echt zo nep, maar het gaat nee, bij mij is wel WhatsApp. Ja. Ik zit vaak op TikTok, maar vaker op app. Kijk, oh, de schermdingen, zie je dat? Oh ja, dat kan je controleren. Ja, gaan controleren? We gaan straks controleren. Maar Raja, wat zei ik vorige week tegen Atish? Ik gebruik niet zoveel van mijn Snapchat. Dit vind ik heel slecht, jongen. Ik heb maar 1 punt. Oh, we hebben een punt erbij. Dit is TikTok trouwens bij mij. TikTok? We hebben een punt TikTok? Hoe hebben hun 3 punten dan? Zij heeft 3 van mij goed, ik heb maar 1 goed van haar. Raja loopt achter. Even kijken. Oké, deze is simpel. Als we deze fout hebben oprecht... Als je dit fout hebt, hè, dan ken je mij niet. Oké. Oh, maar goed. Wat is het favoriete seizoen van jouw broer of zus? Seizoen? Ja. Oh. Bro, 3, 2, 1. Wat zijn we allemaal zomer. Hetzelfde zomer? Zomer, yes. Oh. Daarom vluchten we ook altijd naar Suriname. Goed, Paul. Jij kent mij echt. Dit is okay, zo nep. Oké, ik ga even 1 uitzondering maken. We gaan nog 1 vraag. En degene die... Oh, als je elkaar deze niet kan antwoorden, ben je niks waard, ja? Wat oh is de favoriete ijssmaak van jouw broer of zus? Oké, okay, wie wint? Wie als eerste die wint? Okay. Ja, stop maar. Hoe schrijf je dat? Hey. We hebben gewonnen. Smurf, ja? Ik heb jouw chocola. Ja, klopt. Oh ja, okay, iedereen wint. Oké. Okay. Okay. Dit vind ik heel slecht, als je dat? Raja, je moet meenemen naar een Haiti en dan ga je hem heel veel vragen stellen. Even troosten, Sam. Troosten. Ik ben er klaar mee, jongens. We weten waar je aan moet werken.
Nou, nu, na de nederlaag van net moeten Raja en ik nu even wat punten gaan scoren bij het volgende spel. 30 seconds. Ja, ja, ja. Ik zit met Paul in het team en jij zit met... met Sanja naar het team. Ik wou haar niet eens meer, ik wou haar nou niet eens meer zeggen. Maar het is oké, het is oké. Ik mag je nog. Nog. Een klein beetje. We kunnen wel hier tot één... De verliezer gaat de opdracht doen, hè? Oké, even een leuke toevoeging. Ja. Yeah. De verliezer gaat de opdracht doen. Ja. Oké, dit is Raja. Wij gaan niet verliezen. Wij mogen niet verliezen. 30 seconds. Wie wint de race tegen de klok? Oké, en dan gaan we nu van start met 30 seconds. Wie gaat er beginnen, Raja? We gaan even kijken. Broer, jullie twee mogen steenpierschaar doen, man. Oké. 3, 2, 1. Steenpapier schaar. Ja, 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 klaar. Klaar. 1 op, ja. Is het toch goed op 1? Nee, nee, toch 1. 1 op. Je bent verslagen, je bent verslagen. 1 op, ja. Is het 1? Hé, Sjaar zal zeggen tot 3. Nee, okay. De volwassenen doet het 1. Ja, 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 2. Ik ja. Niet dat je oké, oké. Steenpierschaar. Ja, 3-0. Jantje naar Osso. Wie gaat beginnen? Wij toch? Jij mag kiezen. Ja, gaan wij beginnen? Oh, nee, maar jij mag beginnen. Met, Dus ik mag beginnen met jou uitleggen. Ja. Wil je dat? Of moet ik het doen? Ik begin wel. Okay. We gaan nog even schudden op camera, zodat mensen zien dat we niet vals spelen. Ja, Raja. Hier, jij mag hem zeg maar zo draaien en dan trek ik wel een kaart eruit. Oh, joh. Ja, ik heb mijn handen een beetje dit vol, wordt, maar... Dit wordt spannend. Oh, mijn god. Oh. Raja, doe de makkelijkste, ja? Ik ben niet zo slim. Oké, 3, 2, 1, go. Oké. Okay. Het is rond. Ja. We maken het vierkant in slijsjes. Een pizza. Ja, en het is in Italië. Het is hoog. Toren van pizza. Ja. Dat ene meisje op tekenprogramma. Pippi Langkous. Ja. Hitler. Ja, zo'n, tweede weer. Hoe heet het zijn clubje? De, ze hebben zo'n logo, weet je wel? Nee, dat weet ik niet. Sorry. Oké, okay, het is een boter. Bruna. Nee. Chroma. Nee, stop. Margriet. Oh, maar ik was best wel slim. Het was de nazi's. Nee. Shit. Oké, okay, nee, daar zou ik niet komen. Ik kwam zeg maar wel slim over op camera eigenlijk. Ja, eerlijk. Ja, we hadden wel gelijk twee. Oké, okay, twee punten alvast voor ons. 3, 2, 1, go. Firework. Dat liedje Firework. Katy Perry. De niet Apple... Samsung. Ja. Android. Android. Waar, Galaxy. Waar download je apps op Android? Hoe heet dat? Dat heet... Oh. Oké, okay, App Store. Nee, nee. Oké, okay. 1, 2, 3, 4. Hoedje van. Papier. Ja. Oké. 3. Dat is ook machine, hoe heet 2, dat? 2, 1, klaar. Google Play, oh my god. Oké, okay, ook 2, hè? Je hebt er 2 goed. 3, 2, 1, go. Waar Formule 1 is? Zandvoort, ja. Monaco. Noem een partij. PVV, VVD. Maar wel met de eerste letter. PVDA. Ja. Waar je pizza kan bestellen. Thuisbezorgd. Het is een zaak. En je pizzeria. Hebt ook een spelletje. Nee. Je hebt ook een spelletje ervan. Weet ik niet. Nee. Het is bla 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 pizza. Hoe heet het? Waar je kan halen in een winkel. Dokter Oekter. Nee. Weet ik veel, Skip. Oké, die andere weet ik niet. Domino's. Oh. Ja. Oké, we hadden 2. Dus die andere 2 ken ik ook niet, dus dat scheelt. Oké, okay, we hebben 2. 4, 2. We moeten alleen hopen. Dat ze nu. Nu moeten wij er 3 hebben. Hij draait wel te vroeg om, hè? Dus je moet er opletten dat hij pas omdraait. Verder gaan we. Geen am! Door. Wow. Waar gaan mensen heel vaak op vakantie in Griekenland? Wat? In Griekenland, een plekje. Oh ja, ik weet wat ze doen. I don't know. Next. Als je een kaartje koopt. Hoe noem je dat? Een? In het Engels? Een? Wat? Als je een kaartje koopt. Ticket? Ja, en als je gaat... Ticket swap? Weet je, ik geef op... Wat zei je? Geef je op? Geef je op? Wat is dit? Loser! Hey. Tenerife. Mag ik kijken? Dat is Abu Talib. Ja. Oude burgemeester van Rotterdam. Oh. Als je dat Dick Trom, zeggen. Die dikzak. Oh, die wist ik ook. Ik kon het eens lezen, ik zie zijn naam voor het eerst staan. Kijken, wat had je? Oh, mijn DS, zo zwaar elgepak, zo zwaar. Maar wacht. Oh, die Olympische Winterspelen. Nee, we hebben al. Wij hebben al 4 punten. 4-2 staat het. Maar wacht, en iedereen een andere kaart? Nee, we hebben klaar. Zouden we nog een keer spelen? Oh. Dat is wel leuk. Hoe pijnlijk. Oh, dat is 1-1. Jammer. Het is oké. Wij hebben gewonnen. Daar gaat het om.
Hij zei. We waren scherp, ook al wist domino's niet, maar we waren scherp. We hebben tenminste twee punten gepakt. Ik wou gewoon een andere kaart. Een beetje Ari, hè? Rani, nou jongens, dat was het weer voor 30 seconds. En dan gaan we nu richting het laatste spelletje. Alfabetspel. Alfabetspel. Kan jij de druk aan? Nou, zoals vorige week, jullie kennen het wel, het alfabetspel. We gaan van start met Sam, met de letter A, Raja letter B, ik letter C en dan Paul letter D. Let's okay. go. Dat is snel. Let's go. Okay. We gaan beginnen. Aanstaande zaterdag ga ik optreden met Express. Ben je soms gestoord? Citroenen zijn heel zuur. Dieren slapen in een dierentuin. Eten zal vast wel lekker zijn. Wat als ze nou citroenen zouden opeten? Flamingo's lijken op jou. Gaan we door? Heren zijn anders dan dames. Als ik denk aan heren, denk ik echt van... Oh mijn god, vooral als ik Raja voor me zie. Nee, doe maar vrouwen. Jij bent soms echt niet 100. Kunnen we deze twee een eigen spel geven? Ja, leverage is echt niet goed, hè? Maar, weet je wat wel goed voor je is? Siroop. Niet zo zeggen. Oké, we gaan door. Polona is mijn bijnaam. Quizvragen, dat zijn het moeilijkste dat ik ooit kan beantwoorden. Ja. Raja is mijn naam. Sonata is mijn naam. Tim is een Hollandse naam. Maar uilen. Uilen. Maar je zei maar. Nee, nee, nee. Eruit. Je zei maar uilen. Ja, eruit. Loser. Eruit. Loser. Je bent gewoon als eerste eruit gevallen. En wie had volle trots? Ik ga winnen. Ja, ga je man, Sam. Daar ga je. Maar het is oké. Maar ja, familiespel hebben wij gewonnen. Want toen Paul en ik moesten samen spelen, hadden wij gewonnen. En daar ging het eigenlijk om. De rest deed er niet toe. Ik zou ook zeg maar smoesjes gebruiken. Maar het is oké. Oké, Raja, door. Oh, we gaan... Gaan we door met de... Welke letter was zij gebleven? V volgens mij, toch? Nee, U toch? Nee, U. U? Oh. UWV, voor werk. Volgende vraag. Xavi Simons is een hele goede voetballer. Wat? Je bent toch mijn W? Oh! De mannen zijn uitgeschakeld! Oh, de ruit! Ik dacht een X! Applausje voor elkaar! Gaan wij tegen elkaar door? Ja. Als jullie willen. Till the end, let's go. Waar zijn we eigenlijk gebleven? W toch? W, ja, want daar ging ik fout. Jij bent. Dan ben ik met de W, hè? Werkeloosheid is vervelend. Xavier is een mooie naam. Yara ook. Zeker weten! Zeker weten! Met trots! Raja, je Zo, sarcasme zo. Oh, je hebt gewoon twee keer verloren, hè? Besef je die even? Ja, maar we hebben wel gewonnen met een familiegame. Oké, Sanjana. Dat is goed van jou. Ja. Nou, dat ging snel. Ze hebben het echt super goed gedaan. Ja. Dat was echt gezellig. Nee. Jawel. Ik vind ook dat jullie het heel goed hebben gedaan. Ja, dit vond ik wel... En wat ik zelf voor heren meende ik niet. Ik dacht, wat moet ik nu zeggen? Oh, wat ben je weer lief. Ja. Wat zijn ze eigenlijk? Ik weet het ook eigenlijk niet meer. Mijn focus lag echt niet daarop. Het was iets met jongens zijn echt... Ze zei eeuw. Nee, dat was eeuw. Dat was later. Maar ik had ook een H. Dus ik denk, heren? Dus ik denk aan raar. Ja. Oh, iets over jou. Ze ging je pesten. Ik zei eeuw. Ja, jongens, dit is weer jammer. Dit was het weer voor vandaag. Ik ben er helemaal klaar mee. Wat vond je ervan? Ik heb echt genoten. Het was gezellig. Ook om jullie beter te leren kennen. Ja, ik heb jullie echt zeker weten beter leren kennen. Sorry, ik kon niet serieus blijven. En dan vooral bedankt voor de uitnodiging. Het was een supergezellige avond. En fijn om weer met jullie te meeten. En ik hoop dat alle kijkers straks op Facebook, op YouTube, waar dit ook online op staat, ook gewoon lekker mee kunnen lachen en genieten. Mooi gezegd. Ja. Nou, eigenlijk wil ik nog niet afsluiten, Raja. Oh, want net achter de schermen zei Sam, de verliezer gaat een opdracht doen. Oh ja, de verliezer gaat een opdracht doen. Dus ik wil eigenlijk een bonusronde met een opdracht. Opdracht. Je moet gewoon gelijk opdracht doen. Ja, jij moet zo. Zij wil nog iedereen opnieuw een kans geven. Oh, ben je goed. En wij hebben verloren, dus wij moeten eigenlijk... Maar eigenlijk is hij twee... Ja, oké. Okay. Eigenlijk moesten jullie beiden een opdracht doen. Ja, eigenlijk moeten wij een opdracht maar doen. Maar we zeggen altijd, de gast gaat eerst zo, Sam mag eerst. Emmer.
Vrouw losers. Ik word vaak opnieuw binnen en zie dat dit gebeurt. Ga de Raja, je hoeft geen spelletjes aan te doen. We gaan die meiden niet op de grond. Je laten breakdansen. Sangha voelt zich gepest. In plaats dat je wat te eten aanbiedt op de ring, ga je ze haar laten breakdansen op de grond. Ik ga het je vader laten zien als eerste. Ja, het blijft gewoon in het programma hoor. Ga je vader laten zien. Gaat heel dingetje gaan doen. Yes, en dit was dan de tweede uitzending van de Family Battle. Nou, het was echt gezellig. Het was leuk. Sanja heeft gebreakdanced nadat hij heeft gebeatboxed of wat het ook was. Maar het was in ieder geval gezellig. Ja, ja, ja. Zeker weten. Nou jongens, ik zou zeggen tot volgende week. Iedereen bye bye. Zwaai zwaai. Doei.